Zwemmen als een vis of dansen als een aap, het is mogelijk bij het dierenbeweegpad in Winsen. Deze paden zijn gerealiseerd om kinderen via school met hun ouders of met opa en oma in de buitenlucht te laten leren. Het is het tweede dierenbeweegpad in de gemeente en het zal ook niet de laatste zijn. Vorige week hebben we het dierenbeweegpad hier in Winsen geopend. Dat is het tweede dierenbeweegpad hier in de gemeente Beuningen. Met als doel om peuters, kleuters en hun ouders, verzorgers een ommetje te laten lopen. Het dierenbeweegpad is een route van rond de kilometer. Die peuters en kleuters met een fietsje, een loopfietsje of een step of te voet kunnen afleggen. En elke 100 meter is er een stoeptegel te vinden waarop een opdracht staat. Een dierenopdracht. Dans als een krab. Huppel als een paard, spring als een kikker, dat soort opdrachten. De route bevindt zich op een ideale plek voor de kinderen. De dierenbeweegroute start hier bij Kindcentrum De Wegwijzer. En daar zit de kinderopvang en de school zit in dit gebouw. Dus zij zijn ook echt voornemens om deze route vaak te gaan lopen. Juist even als tussendoor beweegmomentje, om dat op die manier in te zetten. En daarnaast kunnen ook ouders en opa's en oma's zelf natuurlijk de route lopen, gewoon op een vrij moment. En het was heel erg leuk, want vorige week hadden we de opening. En toen waren er 70 kinderen van het kindcentrum aanwezig, die samen een lintje hebben geopend en daarna de route mochten lopen. De twee dierenbeweegpaden worden enthousiast ontvangen door de kinderen en de ouders en de andere bezoekers. Allebei de beweegpaden worden goed gebruikt. En ik krijg zelfs verschillende mailtjes van ouders met het verzoek, mag er bij ons in de wijk ook een dierenbeweegpad lopen komen? Want er is er nu eentje, maar daar moeten we naartoe rijden en dan gaan lopen. Dus er is echt wel vraag naar. Er komen in ieder geval nog twee dierenbeweegpaden. Dus daar gaan we nu mee beginnen.